In de Rikkertje Community Minecraft server worden vette dingen gebouwd. Vandaag nemen we een kijkje in Groningen. Gaan we naar de bezorgende rakkers. Zitten we in de achtbaan. En zien we een Pokémon dorp. Wil jij ook in deze Minecraft server? Kijk dan tot het einde. We beginnen met de tocht naar Groningen. Wow, wat gebeurt hier? Is het koud? Ja, iemand heeft schoenen betoverd en dan komt er ijs onder je als je loopt. Een soort Elsa. Vet handig. Hebben we eigenlijk. Oké, dan zien we in de verte al de toren van Groningen, van Jesper. Hahaha, ook echt die vlag. Nice. Nou, dit is een winkel. Hier worden mensen verkocht, volgens mij. Mensen ook. Verkocht? Ja. Ja, dat kan ik niet goedkeuren. In Groningen worden mensen verkocht. Dat is het niet, nee. Gekke Groningse mentaliteit. Mensen verkopen. Wat de... Ja, Rick, vallen hier eens naar beneden. Waar? Hier? Hier. Oké, is goed. Oh my god, ben je nu dood? Wow, yo! Oké. Zo, dit was al dit is zijn mijn. Dus dat is niet van mijn, maar dat is van Jesper's mijn. Het is verwarrend allemaal, maar... En hij heeft hier dus een lift gebouwd, die is wel cool. Ik denk dat hij die ook wel mooi vindt. Oh, dit is wel vet, ja. Gewoon op upwards stream of zo. Ja. Heel cool. Oh, lachen. Ik had het zelf ook nog niet. Ik wist helemaal niet dat dat kon. Maar het is super handig, ja. Dit vind ik wel leuk aan Groningen. Dit kan dan ook alleen maar in Groningen. Ja. De Groningen goed van elkaar. Ja. Oh, dat is hier. Oh, wat erg. Wat is waar. Ja, daar ja. Ja. Je kan er niet ja, in, ja, daar hè? Zitten ze. Het is een megastal voor dorpsbewoners. Oh, wat erg dit. Ik ga nooit naar de Groningen, dan word ik straks ook verhandeld. Wat de henk. Ja, wacht naar de gemeente. Nee, niet oké. Maar wel heel grappig. Oké, Vincent is thuis. Hallo! Ja, daar is hij. Hey. Hij is thuis. Wat dit is zijn woontoren. Het is echt een flinke toren. Vet cool. Wat is dat voor geluid? Is dat de deurbel of zo? De deurbel, ja. Nice. Jeetje, je hebt ook al lekker gebouwd, Vincent. Holy moly. Feest op de dakterras. Heel leuk dit. Kan je ook inderdaad best wel ver kijken, ja. Ja. Rort. Hier. Oh, Q. Hier, op. Eet brood. Alsjeblieft. Okay, ik ben blij dat ik nu ook wat heb bij kunnen dragen aan de survival van deze server. Ja. Dit is legendarisch. Ik voel mijn waarde stijgen. Daarna gingen we naar de bezorgende rakkers. Zij brengen alle materialen naar de spelers in de Minecraft server. Oké, waar zijn we nu? Wow, dit paard. Dit is een vet cool paard. Alright, nou welkom bij de bezorgende rakkers. Als je dan deze kant op loopt, Rick. Ja, ik ga jou volgen. Ja. Dan zie je ook gelijk ons logo. Mede mogelijk gemaakt door Russell. Vet cool. Dit is vet cool. Eigenlijk wat wij zijn eigenlijk de hele server door altijd aan het rennen om soorten spullen op te halen en te bezorgen. Super leuk. Daarom de bezorgende rakkers. Ja, ik snap hem. Heel grappig. Tadaa! Oh, dit is een trampoline. Vanaf de buitenkant zie je dit niet. Maar dit wordt eigenlijk wat we willen gaan doen. We willen een soort van Amazon warehouse hier gaan maken. Dit is nog maar een klein stuk. We zijn dat nog aan het uitgraven en aan het bouwen. En hier komen rijen vol met chesten en spullen. En als er kunnen mensen langskomen, eventueel hier al zelf te kopen. Dus dit wordt ook toegankelijk. Of ze kunnen een bericht achterlaten om het te bestellen. En dan altijd gratis bezorging. Dan bezorgen wij het door de hele server door. We zijn nu bij een stukje van Oroya Lama, Sander, Jeremy en Tolga. Dit is Colosseum. Lachen. Worden hier gevechten gehouden straks? Lama heeft dus dit gebouwd met het idee om uiteindelijk... Want momenteel staat er geen PvP aan, deze server. Als we dat toch ooit wel willen doen, dan is dit een van de plekken om te gaan battelen met elkaar. Dus ja, je zit al lekker te jumpen hier met je zwaard. Dan kunnen we inderdaad hier lekker een beetje battelen. En mensen kunnen hier lekker boven zitten en het is nog steeds in aanbouw ook. En dan kan je hun ook aanvallen. Ja, dat ook, ja. Sorry, Russell, jij was de Sjaak. Wie is dat? En Menno! Ja, niet alleen mensen willen we hier laten battelen. Ik ga nu handpoeien. Ja, een handpoeien. Ik heb jullie in de handboeien gezegd, kom maar even mee. Ja, op naar de gevangenis. Onderweg naar de achtbaan kwamen we langs hele toffe plekken. Ik vind het ook wel grappig. Mensen bouwen allemaal een huis, maar iedereen heeft een ander huis. Ziet er altijd anders uit. Deze ziet er bijvoorbeeld weer heel anders uit. Dus weer een beetje langwerpig huisje en zo. En opeens
zijn we hier. Wat is dit? Het is van de Cookie Gamer. Wat cool. Ook met die bloesemboompjes gewoon erin. Ik weet niet, een soort van gebruik gemaakt van de natuur om iets te bouwen. Dat vind ik heel leuk. Hier zijn we volgens mij bij het onderkomen van mantis. Ook met mooie veldjes voor eten en zo. Ja, die hebben het goed voor elkaar hier al. Hoedjes. Zo, dit zijn best wel flinke huizen ook. Ja, dit is een hele mooie ook. Ja. Hoppakee. Netjes. Het ook ruim. Dit huis is heel ruim, ja. Valt mij op. Je kan een beetje lekker lopen, maar ook netjes, zeg maar. Niet dat er gewoon van alles random is neergegooid. Het is over nagedacht en het... Oh, en dat glazen... Oh, kijk, hier loopt een hele trap nog... Heel cool dit. En dan is het nu tijd voor Hello Kitty Dorp en de Super Achtbaan. Dan hebben we hier het Hello Kitty Paradijs van Delicia. Het Hello Kitty Paradijs. Ja, met noemen achtbaan. Met, ja, en June. June heeft de achtbaan helemaal gemaakt. Wow. Die loopt door het hele gebied heen. Wow, yo. Sick. Oh, ja, kijk nou. Ja, hier is wel wat aandacht aan besteed. Heel gezellig dit. Het bed op een verhoging, allemaal roze een beetje, plantjes erbij. Oh. Ja, heel mooi huisje. Ja, ik snap wel waarom het Hello Kitty dorp heet. Ja, dat is wel echt cool. Ja, ik denk dat ik ook een keer Hello Kitty plaatjes ga printen voor de bij. Ja, dat zou heel wel leuk zijn. Voor op een tapijt of zo. Ja, ja. En dit wordt een bar. Ja, daarvan is hier de ingang. Dit wordt de bar, de Hello Kitty bar. Ja. De Hello Kitty bar, ik krijg hier echt inderdaad een beetje Aziatische vibes bij. Dat is echt heel leuk gedaan. Heel tof. Je bent hier niet. Het is wel heel druk in deze... In deze bar. Hoe dan? Oh shit, oké, ga vooruit, achteruit, wat ik wil. Dit is toch... Dit is ik toch een lekker dag, man. Dit is toch goud, jongens. Iedereen gaat erachteraan ook. Fat trippy. Oké, daar gaan we. En weer omhoog. Ja, go. Oh, maar nu komen we echt bij die super grote buitenplek daar zo. Ja. Dit is echt zo leuk. Gewoon de hele achtbaan gebouwd. Wat goed. Wat goed. En ik verbaas me er ook over hoe lang deze achtbaan was. Zomaar en dat echt. Hij zo hoog en omlaag en overal doorheen. Dit moet toch wel even flink wat tijd gekost hebben. Kijk, daar is de rest. Ja. Kijk, wie staat er nog beneden? Wow. Wauw. Wat goed. Ik zou gewoon de hele dag in deze achtbaan gaan zitten. Ja, nu is het leuk, want er zitten nou 12 man in die achtbaan. Dan zie je overal die karretjes staan. Ja, als ik achter me kijk, zie ik ook die karretjes van anderen. Echt lachen. Kijk ze daar allemaal. Te goed. Oh, langs de lava. Oh shit! Oh, dat was spannend. Er zat gewoon een gat in de weg. Jeetje. Heel lijf. Oké, we zijn nu lekker even chill plekje. We kunnen hier even genieten van het uitzicht voordat we harder gaan. En dan gaan we weer. Dit is zo vet. Ja, lijp. Oké, we zijn bij het einde van de achtbaan. Ja, dit was wel echt heel sick. Heel goed gedaan. Ja, hè? Ja. Ja, Tolga, die is dus de rechter ook van de server. Die is een rechtbank aan het bouwen. Dus mensen die problemen met elkaar hebben, die kunnen dat daar uitvechten. En dan gaan we kijken wat de passende straf is. Of dat er iemand moet verhuizen en zo. Zo'n rijdende rechter. En hij heeft, dus een nethergebied bouwt. Een soort Bowser-achtig kasteel. Zo. Komt er ook in de lucht. Als je omhoog kijkt, dan komt zo'n vliegend eiland. Ja, toch heeft een hele andere stijl dan de rest ook. Ja, dit is allemaal heel, heel donker en zo weer. Ja. Pas op voor de vogels. Oh shit. Duiven. Ik kom al terug voordat ze mij hier afklempen. Ja, ik denk dat het wat veiligst is. Ja. Jemig man. Oké, dus die gaat een hele systeem hierboven bouwen. Ja.
Dat was toch vroeger ook op YouTube Skywars of zo? Dat deed ze toch ook dat huis ja, in de lucht? Ja, klopt. Ja. Skywars Skyblock had je ook nog. Ja. Oh, en er is ook een Pokémon-dorp in aanbouw. Kijk, maar dit is dan weer super clean. Gewoon heel clean ja. En allemaal mooie huisjes. Hé, hey, dit is het Professor Thijs-lamp, staat erbij. Waar? Deze. Professor Thijs-lamp? Ja. Nee. Dit is een lamp van ook voorstellen in Let's Go Pikachu. Oh. Ja, nice. Oh, en daar zit ook de mijn. Ik ben ook nog bezig met een Pokémon-center aan het maken hier. Super vet. Ja, is dat dit met het rode dak? Ja. Oh ja, wat vet! Heel leuk. Ik ben heel benieuwd hoe dit wordt als jij verder gaat. Ja, love it. En als laatst gingen we langs Stijn, die ook echt al een hele vette basis en farm heeft gemaakt. Is dit jouw eigen slaaphuis? Dit is mijn eigen slaaphuis, ja. Heb ik hier, het is nog niet af, maar ik zie hier gewoon mijn bed en alles. En dat is mijn kistenkamer. Moet ik uiteindelijk dan nog even labelen, waar alles in hoort. Nice, nice. Dan gaan we de tweede etage op. Dit, hier komt waarschijnlijk een soort van keukentje. Oh ja. Want die heb ik dan al allemaal ovens staan. Ja. En dan raampjes, want ik vind het uitzicht op dit gebied vind ik echt prachtig. Ja, dat is wel cool. Ja. Je hebt echt veel bergen en zo. En, Komen we hier uit bij mijn farm. De wortels, aardappelen, wheat. Wheatjes. Bietjes. Maar ik moet straks nog een koffieshop beginnen. Oh. Van Animal Farm. Oh, dit is een mooie Animal Farm. Met een daily. Jij zorgt tenminste ook voor een dak voor je beestjes en zo. Ja, anders krijgen ze allemaal dakduiven op hun gezicht. En dan hier hebben we dan kippen. Hier komen uiteindelijk nog paarden in. Ja. Van konijnen, koeien. Oh, zo leuk, konijnen. Die heb ik nog niet gezien. Arkens, schapen. Maar ja, ik hoop dat jullie het vet vonden. Ja, dat is leuk man. Je hebt, ook, je hebt inderdaad, jij zit midden in de bergen en zo. En ik vind dat jij heel erg jouw... je besteedt wel veel aandacht aan de details op. Dat vind ik leuk. Hey guys. Zo, dit was wel even een toertje van wat is het, 3 uur lang of zo zijn we bezig geweest? Ja, 3 uur en 2 minuten. Wow, helemaal live. Wil jij ook in de Rikachu Community Minecraft surfen? Dat kan via onze Discord server en die vind je hieronder in de beschrijving. In de Discord server vind je alle informatie die je nodig hebt. Mazzel!